Sony Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huibrecht. Welkom bij Mark-Marie en Isa vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Rood. Ja, we gaan het hebben over rood. De kleur rood, hè, voor de verwarring. Ja. Dat het even duidelijk is. Dat is het thema. Ja. En ik heb de weekend. Oh. Ja, ik kon het toch niet laten. Want... maar twijfel je dan soms? Als je daar staat dat je denkt, nee, die wil ik niet. Heel erg. Oh. Dan zit ik eerst in het privé een beetje door te kijken. Ik sta in Tilburg hier in Notten. Dat is de boekenzaak. En zij weten dat je dit komt doen, iedere week. Maar zij weten volgens mij nog steeds niet waarom. Maar ze zeggen wel van, jij wou altijd een papieren zakje om. Ik zeg, ja, ik wil wel graag een papieren zakje om. En ja, want ik vind dat best wel iets om een privé of een weekend te kopen. Dus, maar dan kijk ik in de dingen al dus naar de verschillende... Maar nu zag ik in het weekend dat Emily van Kaam dus echt wel iets aan het leren is. Oh? Ja, het is veel meer gefocust. Ze luisteren? Nou ja, ze laat nu wel los dat ze maar in het wilde weg over bekende mensen begint te praten. Dus dat is nu veel meer gefocust. Ze is wel heel gefocust op één ding deze week. Maar goed, Emily, je gaat echt vooruit. Ik vind het echt top. Leuk, ik ben benieuwd. Ja, ze is goed bezig. Dus daar gaan we het over de weekend. Het thema rood en moderne natuurlijk etiketten. De moderne etiketten waar heel veel reacties op kwamen. Want je zit in de vliegtuig, wat gebeurt er, Isa? Stewardess komt naar je toe en die zegt, we hebben nog plaats in de business class voor één iemand. Wat doe je? Ja, wat doe je, ja. Ja, dat is wel iets, hè. Ja, ik vond het wel grappig, want jij had nog een toevoeging. Nou ja, nee, maar iemand vroeg van, die had iets over een schoonmoeder of zo. En wij proberen altijd een schoonmoeder in te fietsen, omdat we dat heel grappig vinden. Heel veel mensen vinden dat heel irritant. Maar dat, sorry, ja, maar wij vinden het nog steeds leuk. Maakt ons dan weer helemaal niks uit. En toen zei ik, nee, die stewardess is een schoonmoeder. Dat zou leuk zijn. Als die schoonmoeder komt, eigenlijk tegen de zoon komt zeggen, god, er is een plek. Heel, ja, één van jullie maar. Ja, het is de hele tijd gebarend. Ja, als dan... Sorry. Ja, en die het niet zien, dat je dan waar. Zegt. Nee, maar dan neemt zij de stoel dat zij dat zegt. Oh nee, toch niet. Ik ga toch even kijken of het nog. Want ik zeg dat nou, maar. Nee, is toch geen plek. Sorry. Maar het is ook gezelliger, toch met z'n tweeën? Dan blijf je toch lekker met Stefan. Ja. Die vindt hij lief. Heel goed. Maar we beginnen natuurlijk altijd met deze week. Want hoe was deze week, Isa? Wat heb je meegemaakt? Hoe gaat het met je? Nou, ik werd vanochtend wakker met bijna geen stem. Maar hij is er weer. Maar je werd wakker. Dat is, op... dat is al fijn. Dat kan niet iedereen zeggen. Nee. Zeg ik het niet meer als je niet wakker wordt. Nee. Dat sowieso niet. Maar je stem? Mijn stem. Nee. Verder niks aan de hand. Ik heb het bij me liggen, hoor. Mocht een keelpastille, mocht het misgaan. Kriebels of whatever krijgen. Nee, ik had een hele rustige week. Oh. We hadden een drukke week. Ja. Ik had nog allemaal dingen die week. Toen dacht ik, nou, ik heb tegen mezelf gezegd, dit jaar ga ik wat beter voor mezelf zorgen. En dat heb ik dus ook gedaan. Waarom lach je? Nee, ik moet lachen. Je voelt iets aankomen. Ik voel dat. Nee, maar ik voel... Ja, ja, ga nou. Ik ben zo benieuwd wat je voelt dadelijk. Mag je dadelijk vertellen? Nee, want volgens mij neem je jezelf altijd voor. Ik ga wat beter voor mezelf zorgen. Ik kan van die mensen zeggen, ik wil deze jaar echt wel wat minder druk. En dan volgend jaar... Nee, maar nu ga ik echt wel... Ja, maar ik heb het volgens mij... expres niet zo uitgesproken, omdat ik vind dat ik het nu gewoon moet doen. Okay. Dus ik bedoelde meer voor mezelf. Ja. Maar ja, nu sprak ik het uit. En ik heb deze week ook rustiger gehad. Dus dat gaat goed. Goed zo. En in die rust merkte ik ineens dat ik dacht, maar dit is lekker. Ik had bij zoveel dagen een andere bewustwording, bewustzijns. Jezus, het was ongelooflijk. Oh. Ik was een beetje in shock daarover. En ook dat ik dacht, het is eigenlijk heel lekker om niks te doen. Ja, ik ken jou. Ik weet jouw blik. Voel je de dagen? Voel jij een dinsdag en een woensdag? Dat ligt aan wat ik heb, of ik iets heb. Maar als ik niks heb, vind ik eigenlijk het allerlekkerst. Dat je dan gewoon de dag. Ja. En dan niet bezig bent met wat je moet. Dus ik merk ook dat ik steeds minder vol plan. Dus ik denk, ik heb al één afspraak staan. Dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Ja. Oh, ik vind dat lekker. Ja. Maar goed, en toen las ik een quote. If you don't make time for your wellness, you will be forced to make time for your illness. Dat die sloeg natuurlijk enorm op mij. Ja.
En laat ik die maar eens lekker blijven volhouden. Omarmen. En omarmen. En ik realiseerde me nog iets. Het was, ja, maar dan had je tijd voor ook. Ik had alle tijd. Om jezelf gewoon dingen te realiseren. Van wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Waar kom ik vandaan? Ook? Dat is ook belangrijk. Ja, is het zo? Ja, want als je niet weet waar je dat nog een keer zeggen waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat. Nee. Ja. Het is maar dat je het weet, met z'n allen. Die mag je op een tegeltje plakken als je wil. Ja. Ja, dat over. Of hebben wij het er al eens over gehad? Maar ik realiseerde me ineens weer over 100 jaar, 150 jaar. Zeker 200 jaar is alles weg van mij. Ben ik niks meer. Geen herinnering waarschijnlijk. Over 200 jaar al, denk je? Dat weet ik niet. Maar pas iets. Bedoel ik. Nou, pas of al? Nou, pas eigenlijk. Nee, ik vind 200 jaar best wel lang. Ik begon al met 100, hè? Over 100 jaar. Nou ja, goed, je hebt natuurlijk zo'n lijn in je familie misschien. Dus stel, je hebt nog kleinkinderen, dan hoop ik dat ze... Wie was dat? Isa, wie? Of Vlinder, die denkt, dat was vroeger zo'n vrouw. Ach, er kwam inderdaad iemand bij de bakker binnen. Ik weet niet of ik dat verteld heb. Die kwam bij Van Vlerken zaten we koffie te drinken. Hebben wij daar nou ooit gezeten? Ik denk het wel. Ja. En toen kwam zo'n vrouw binnen met een rollator. En die zei, volgens mij heb ik het al gezegd. Maar ik zeg het nog een keer. Ja. Kwam, anders moet ik uitknippen. Maar die kwam met een rollator binnen. En toen zei ze, er is hier wel voor mij een reservering gemaakt. Door, het is familie van mij. Hoe heet ze nou? Oh, heerlijk. Dat vond ik zo goed. Ik ben bang dat ik daar een gegeven moment ook naartoe ga. Want ik heb het nu al. Oh, van met namen en zo. Oh, het is nee, maar dus over 100 jaar. Even kijken, dan Vlinder kan natuurlijk je kleinkinderen... Ja, maar op een gegeven moment is het een foto, is het een naam. Maar dat vond ik dus ook heel rustig. Ik dacht, waarom maak ik me zo druk om... Oh, ik krijg een opvlieger. Dat is grappig. Nu? Maar, ja. As we speak. Heerlijk. Go. Ja, ga erin mee. Ga hè? Even in de sauna, jongens. Ja. Zo lekker. Want het is koud buiten. Daarom, het is nu heerlijk warm. Dat is altijd jouw tip. Maar je doet niet je vest uit. Nee, ik probeer er helemaal in te blijven. Een vriendin die doet aan en uit, aan en uit. Maar daar word ik altijd heel onrustig van. Dus thuis gooi ik wel eens alles uit, maar dat vind ik een beetje gek. Echt waar? Echt zo van alles naaktachtig? Nee, dan heb ik of een hemdje of een BH aan. Kijken dan... mensen bij jou binnen? Nee. Dus ik kan ook. Dat is super fijn. Ja. Tenminste, niemand... ik ga ervan uit dat niemand bij mij naar binnen kijkt. Ja, dan zit je nou voor de radio. Denk, denk, moet je die foto's eens bekijken? Die we elke week op maken. Uploaden. Ja. Nee, ik denk het niet, want ik heb grote bomen ervoor. En zelfs in de winter, het is te ver weg. Ik kan ook niet bij de andere buren. Het is gewoon te ver weg. Het is te ver. Laat het los. Je kan niet bij me naar binnen kijken. Nee, maar waar wij het over hadden... Wat gebeurt er? Want we hadden tijdens jouw opvlieger... zei ik dat ik het zo rustig vind. Dat ik denk, ik hoef me dus niet zo druk te maken over dingen. Omdat het op een gegeven moment is het allemaal weer voorbij. Geniet nou toch van deze tijd, zei ik tegen mezelf. Ja, nu jij. Het allerdomste vind ik... Ik heb het gevoel dat Het allerdomste vind ik wat mensen kunnen hebben is... de hang naar onsterfelijkheid. Dat vind ik... hebben mensen, want dan laat ik iets na voor mensen na mij. Dan weten mensen dat ik besta. Ja, nee. Dan weten die mensen die dus ook maar hooguit 80 jaar even op de aarde zijn... dat je hebt geleefd. En die gaan ook weer dood. Ja. Wat heeft dat nou voor zin? Ik begrijp die onsterfelijkheid dat ze iets willen achterlaten... wat een beeld of weet ik van wat. Of dat, dat iedereen je vergeet. Dus dat is juist heel goed en natuurlijk. Ja. Dat gaat allemaal weer voorbij. Dat is ook heel mooi. En ik vind het ook leuk als je ineens uit het verre verleden ineens denkt... Iemand ontdekt bijvoorbeeld, dat heb je nu natuurlijk veel makkelijker. Dat je op zoeken. Ja, dat je op Spotify ineens een soort oude zanger. Bijvoorbeeld die Molly Drake, de vrouw, de moeder van. Daar gaan we weer. Nana Drake. De moeder van. Ja, ik kan ook eens zeggen, Nana Drake. In ieder geval een moeder van iemand. Ja. En die maakte vroeger liedjes. En dat nam ze gewoon zelf zo heel krekkemikkig op. Oh, heerlijk. En die zijn hartstikke mooi. Oh, echt? En dat vind ik zo fijn dat je die dan vindt. En dus dat. Maar ik vind het helemaal niet erg om vergeten te worden. Nee. Nee, ik lijkt mij niet. Lijkt mij helemaal prima. En dan het laatste, als ik dat nog mag vertellen. Ja, je mag deze doen wat week. Je wil. Het is niet helemaal alleen nee, jouw Nee, het is podcast, ook jouw podcast. Het is ook mijn podcast. Echt, maar ik wil er heel graag ruimte voor maken. Want serieus. Kom maar binnen met je nieuws. Nee, ik ben ook naar de film geweest.
De Roldovers. Minder goed nieuws? Nee hoor, hartstikke goed nieuws. Dit kan er ook uit, hè? Begin van het einde. Wat denken jullie elke keer? Ja, maar dan gaat jullie ik geef het 2 maanden. Ja. Maar Roldovers, oh, wat een mooie film. Wat een mooi. We hadden natuurlijk samen al gekeken naar de Golden Globes. En toen zagen we dat Paul... Hoe spreek je het uit? Paul Giamatti. Giamatti. Maar ook zij, weet ik nou niet weet ik ook niet hoe zij heet. Zoek dat op, want zij is supergoed en ze heeft een hele lange naam. Wie zijn jullie? Wat gebeurde daar? Ah, Chrisje. De Holdovers. Zij zat zo diep in de happy place. Het was echt gewoon, ze was al gaan zitten, ze had al iets besteld. En nu moet ze ineens terugkomen. De Holdovers. Voor de mensen die dit irritant vinden, Chrisje is onze regisseur. De Holdovers. En die zoekt nu iets op. Davine Joy Randolph. En zij is ook fantastisch. Ja. Zo'n goede film. Zo'n goed script. Ja, ik vond het ook. Ik vond het echt supermooi. Het is echt ontroerend. Ja. Nou ja, daar was ik heel blij grappig. Mee. Het is echt van alles. Ja, heel erg leuk. En wat ik zo goed vind van die Davina Randolph, de tussennaam was Joy. Had ik wel echt al kunnen onthouden. Nee, maar je mag weer terug. De bestelling. Winkelmandje, verdorie, het is alweer leeg. Wat heb ik nou verkeerde knop gedrukt? Hè? Maar wat zo goed is aan haar, ook aan haar spel en zo, dat je het nooit helemaal erachter komt. Nee. Dat vind ik zo goed. Ze houdt zoveel verborgen ook nog aan mysterie omheen. Ja, ik vind dat super mooi gedaan. Super goed script. En ik was ook wel enthousiast over Ja. Goed. Had jij hem ook deze week gezien? Ja. Nou, grappig, hè? Ja. En hoe was jouw week verder? Nou, mijn week, ik moest ineens denken aan... Nou, dat heeft ook wel met die onsterfelijkheid te maken. Wij zijn heel achter met Slimste Mens. Want Karim en ik kijken samen. Dus we zijn nog heel erg achter. Maar daar zat dus ineens iemand, Jim. In het begin dus van deze serie. En toen zei in een soort bijzin... zei Philip Freriks, die zei van... God, dat zal Jim ook wel kennen. Want dat is zijn opa, Pindlapara. Dacht ik... Oh, maar dan is de zoon van Bodil en Geert Lageveen. Ja. Maar het is zo leuk dat je op een leeftijd komt... waarvan die kinderen van mensen die je kent al zo groot zijn. En precies oud, wat je... Ik zat precies zo voor die tv. Ik vond dat zo leuk. Ik dacht, hij lijkt ook inderdaad wel ook op zijn moeder, maar ook op zijn vader. Ook heel erg op zijn vader, ja. Maar ik vind dat zo leuk, want... dat je gewoon hun kende toen ze gewoon nog helemaal geen kinderen hadden. En nu zo oud zijn wij al. Ja, en nu zie je ineens die kinderen terug. Maar dat vind ik superleuk. Ja. Grappig, ja. En zo'n ook een leuke jongen, aardig jongen en zo. Dus vind ik heel erg leuk. En ik vroeg me deze week af, want ik had een pakketje gekregen. Gewoon had ik het besteld, hoor. Dus er zit er niks bijzonders aan. Maar ik vroeg me af, jij hebt iets besteld. En er komt een pakketje. Wat doe jij dan? Ik maak het open. Je maakt het meteen open. Oh. Nou, dat is dus de vraag. Wat doe je dan? Dus je hebt het gehaald. Je komt thuis. En dan? Open. Jullie ook, Ines? Wat zijn andere meteen opties? Open. Even laten liggen. En even tot het moment dat je denkt... ga ik het openmaken. Oh, wat grappig. Nee, ik geloof dat ik dan toch wel best... heftig wou ik zeggen. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig ben. Oh ja, nee. Ik ben dus ook nieuwsgierig. Maar je houdt van uitstellen. Ja. Ik wou dat hier nou een psycholoog zat. Ik wil het woord niet gaan gebruiken, omdat het seksueel getint is. Ja. Wat dacht jij? Je wacht even. Met de God Jezus, dit bedoel ik niet. Nee, nou wordt het heel ongemakkelijk. En eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Want waarom gaan we hier nou zo ongemakkelijk ook doen? Je stelt het moment van klaarkomen even uit. Ja, maar daar is een woord voor. Ja, maar ik kom er niet op. Maar het zou dat het woord zijn wat ik ook denk. Kan je het dat vind zeggen? Ik zo benieuwd. Edge. Oh nee, dat bedoelde ik niet. Oh ja, dat is. Ik weet niet of dat. Kennen jullie het woord? Oh nee. Edge. Oh, maar wel heel excited aan het opzoeken. Edge. Ja, hè? Ja, dat. Ik denk is het heel dicht bij het orgasme komen tot het randje, dus om vervolgens vlak voor de climax te stoppen. Ja, jeetje. Dat is dus net... Maar dat is iets anders. Dan ga je dus dat doosje nooit openmaken. Nee, want dan ga je elke keer met je hand zo naar... En ik denk nog niet. Ja.
Dus het, dat is helemaal zo... Hoe lang blijft dat pakketje bij jou blijft dat goed? Hoe lang blijft dat goed? Maar heb je het over het echte pakketje? Ja, een pakketje. Zijn we... nee, maar ik bedoel, zijn we in het... Nee, nee, maar dus gewoon daadwerkelijk het pakketje. Nou, soms... soms kan ik dat wel dagen uitstellen. Echt? Echt? Ja, dan ligt dat er maar. Dan denk ik, ja, ik weet wel wat... En dat heeft me ook wel eens in problemen gebracht natuurlijk. Want het moet op een gegeven moment ook, als het terug moet... dan zit daar ook nog een limiet aan. Want dat vind je ook moeilijk om terug te sturen. Nou, is het, dat ga je nou, ook, ik zou het morgen ik zou het willen terugsturen, maar kan dan loop het ik zo lang niet. Die winkel en dan ga ik toch... Nee, nee maar het is natuurlijk nooit dat ik 30 dagen dat niet ga openmaken. Maar het is wel gewoon dat je een aantal... dat ik het een aantal dagen zo al zie liggen... dat ik denk, oh, dan ga ik morgenavond, dan ben ik thuis... en dan ga ik het openmaken. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Het is... Dat is ook dus met het lezen van een blad. Ik wil altijd overal een moment van maken. Ja, okay, dat snap en dat ik is wel. Leuk, want daar maak ik mijn leven leuker mee, ja. Zeg maar. Maar het maakt het ook dat je momenten verliest. Want bijvoorbeeld met zo'n blad. Ik heb stapels bladen liggen waar ik nooit een moment voor heb gevonden. Oh. Dus die, dan denk ik, oh ja, die zou ik eigenlijk moeten lezen. Maar nou is het geen moment. Is eigenlijk ook voorbij. Nee, maar nou op is het zomaar gewoon een dinsdagochtend maar, om 12:00. Dan ga ik niet nou een blad zitten lezen. Maar dus het stapelt zich op. En maar nooit denk jij, nou is het moment voorbij. Weg ermee. Nee. Ongelezen. Zitten zwart-wit bladen bij die gewoon, die gewoon uit 1940, ja. Mooi. Jammer. Nooit heb gelezen, nee. Ja. Met een diepte-interview met... Louis Coupiers. Ja, nou. Of die andere die wat een week, die, Simon Carmichael. Die schrijven, nee, oh. Die schrijven Guy de Maupassant. Dat is altijd, ken je die altijd een beetje pikanterie? Ja, is altijd nou, in een roeiboot met één bocht eruit. Nee, niet grof. Oh, dat dacht maar ik. Het is meer, ja, edging. Nee, maar het is met, dat doet hij niet. In een roeiboot met één borst ja. Eruit, zo. Met, ja. In Oxford met studenten en zo. En dan. Kijk, I get the picture. Zo'n vrouw, ja. Maar wij werden even geattendeerd inderdaad. Want dat zijn we nog helemaal vergeten. Wat? Dat we een suikeroom hebben. Natuurlijk. Ja, BookBeat. Ja, en BookBeat, dat. Omdat je, ja, ik vind lezen prettig. Ja? Lekker, ja. Als het moment daar is. Als het moment daar is, nou ja. Moet je ook een moment voor vinden. Moet ik ook een moment voor vinden. En dan heb je ook. En als je bij BookBeat bijvoorbeeld ondertussen iets anders wil doen, kan je het ook luisteren namelijk. Dat ja, is ook heel fijn. Dat is heel fijn. Want je kan gewoon, ik kan dat wel eens hebben, zo'n dag lekker rommelen in huis. En dan ook een boek luisteren. Precies. Super fijn. Ja. En tussendoor kan je dan inderdaad koken of schoonmaken of de was ophangen of zo. Alles wordt er leuker van als je ondertussen iets aan het luisteren bent. Zelfs wandelen, koken, sporten, ja, allemaal. Precies. Kan allemaal. Ja. En je vindt 900.000 boeken daar. Ongelooflijk. Dus dat is altijd wel iets veel, wat jij... Ja. Zit er iets bij wat jij leuk vindt? Heb ik vind gekeken? Heel veel boeken leuk. Want ik hou heel erg van crime. Vind ik heel erg leuk. Oh, ik hou, echt waar? Ja, vind ik leuk. Ik hou ook heel erg van persoonlijke ontwikkeling. Ja, maar crime echt gebeurd of crime verzonnen? Gewoon, dat vind ik echt gewoon lekker weg zo. Dus lekker verzonnen, bedoel ik. Dus dat is gewoon vakantie, crime lezen, even spannend. Maar ik wil graag toch naar de persoonlijke ontwikkeling. Okay. Daar wil ik eigenlijk het liefst iets over vertellen, als dat mag. Want dat zijn boeken die je kan blijven lezen. Nou, over persoonlijke ontwikkeling, ja? Bedoel je? Nou, ja. Want bijvoorbeeld Eckhart Tolle. Dat is een boek wat ik ooit, echt al volgens mij 20 jaar geleden, kreeg en las. In de tijd met Anthony lazen wij heel erg veel van dat soort boeken. Dat was bijvoorbeeld De Kracht van het Nu. En nu is dat eigenlijk... Ja, want nu is nu weer heel anders. Ja, nu is nu anders. Dus ja, het is een beetje nu kruif. Nu is niet als toen. Daarom. Kruif zou het helemaal want met me eens zijn. Was toen. Ja, het gaat... Voor mij is het heel goed. Want waar ik toen minder last van had, maar nu weer veel meer. Dat ik alsmaar denk. Ik denk zoveel. En dit boek gaat heel erg over bevrijd je nou van dat constante denken. En hij heeft nog een nieuw boek, De Nieuwe maar Aarde. Maar lukt dat dan? Want dat vraag ik me altijd af. Want ik ken heel veel mensen die het ene hulpboek naar het andere... Ja, dat zijn wel een soort wrakken. En dan zie ik ze elke keer toch maar weer met haar knuisjes... Proberen. Om zo'n zelfhulpboek. Dat ik denk, ja lieverd, ik zou even het boek wegleggen... en proberen om het even te implementeren. Want tot nu toe lees je erover, kijk je in de vitrine... maar je stapt zelf de winkel niet in. Nee, maar dat is... Oh, mooi. Ja, mooi, hè? Ja, zeker mooi.
Zeker met boeken. Vitrine en boeken. Ja. Ik heb echt in mijn leven denk ik nog nooit dezelfde boeken gelezen. Nee. Dus ik verbaas me daar altijd over. Nou, misschien zou dat best leuk zijn. Handig zijn. Kunnen we het er eens over hebben dan. Ja. Ja, wat zou ik kunnen verbeteren? In welke hoek moet ik het zoeken? Nee, het gaat er niet over. Nou, het gaat niet altijd om verbeteren. Maar het kan een handvat zijn voor jezelf als jij ergens tegenaan loopt. Ik vind niet dat jij moet verbeteren. Maar als je zelf denkt, ik heb last van... Je zou het zelf moeten vinden. Het zou pijn zijn. Als je het zelf moet... Ik kan veel noemen. Maar als ik daaraan moet beginnen... En ik zal een paar tips geven in welke hoek je moet zoeken. Maar nogmaals... Ik vind niet dat je het moet. Nee, het is helemaal absoluut. Maar waar ik ook heel erg van hou, is biografieën. En er staat een hele mooie van Edith Eger. Dat is een therapeut en een Holocaust-overlever. Oh. En dat, ja, daarom. Ik zag het. Hoe die lach om gaat slaan. Ja, want ik dacht Edith Piaf. Toen was ik zo... Edith Eger. Maar zij schrijft een heel mooi boek met... Ook weer, nou ja, een beetje een thema blijvend. Hoe kan je van die belemmerende gedachtes die je hebt af... en heel erg afgewisseld met verhalen uit haar leven. Want zij heeft natuurlijk een hele hoop meegemaakt. Ja. En hoe ze dat implementeert. Nou, heel mooi. En jij? Ik? Ja. Waar hou jij van? Nou, ik zag dat alle drie de boeken van... niet alle drie de boeken, want ze heeft zelf boeken geschreven... maar die trilogie van Hilary Mantel staat erop. Dat is Wolf Hall, Bringing Up the Bodies and Mirror and the Light. En dat zijn luidse boeken, het is in het Engels. Maar dat is supermooi om te lezen. Echt waar. En te luisteren. En te luisteren. Dus dan ben je echt wel... Ik weet niet hoeveel uur mee bezig, want het zijn drie dikke boeken. Maar dan kom je in een wereld, het is ongelooflijk. Oh, wat leuk. Ga ik doen. Ja, van Henry de VIII. Ga je doen? Ik ga luisteren, vind ik leuk. Ja, het is hartstikke leuk. Nou, en hebben we ook nog voor jullie, als jullie denken, dat willen wij ook, hebben we een mooie code. Mark Marie Isa. En dan kan je 60 dagen gratis BookBeat gebruiken. Ja, Mark Marie Isa, gewoon aan elkaar, kleine letters. Mark is met een C, Isa is met een S. En dan kun je 60 dagen gratis BookBeat gebruiken. Nou, hartstikke leuk. Nou ja, ook een mooi melodietje. Rood. Rood. Vandaag is rood. Rood. Wat is de duurste? Duurste kleur rood. De duurste don'ts met rood. Ik heb geen idee, de duurste kleur. Nou, ik hou wel van rood. Ik had vandaag eigenlijk ook iets roods aan willen doen, maar ik dacht, dat vind ik misschien een beetje te veel rode rozen, rood kleuren. Ja, ik had precies dezelfde gedachte. Ik dacht, ja... Dat vond ik iets te... Dus we hebben het niet gedaan. Dus we hebben het alle twee niet gedaan. Dat vind ik wel weer. Ook weer top. Ja, prima. Ja dat is prima. Dikke natuurlijk. Prima. Ja. Ik hou van rood. Ik vind en waarom? Wat doet rood met jou? Nou, rood is in heel veel culturen betekent het iets anders. Hè? Dus het is in het Westen is rood heel erg met liefde. Azië hebben ze het over geluk en plezier is rood. En rood is ook de eerste primaire kleur die je als baby kan zien. Oh ja. Interessant, hè? Zeker interessant. Dus, baby's zijn altijd klein, maar dus baby's. Die zien eerst een soort grijs tinten en zo. En dan is rood het eerste wat daar doorheen prikt. Wat ik wel interessant vind. En het heeft altijd iets... Ja, schijnbaar gaat van rood ook je hart sneller pompen. Dus dat voel ik ook echt wel. Ik vind rood een hele fijne kleur. Het is een hele actieve. Het maakt het inderdaad heel actief. Vuur. Vurig. En het heeft ook te maken met je bloed. Dat je bloed stroomt. Grappig, hè? Ook rood. Ja, ik vind het ook wel een leuke kleur. En, maar weet je wat ik zo leuk vond om te ontdekken? Toen ik me even ging verdiepen erin. In 1912 marcheerden duizenden aanhangers van de kiesrechtbeweging... langs de New Yorkse salon van Elizabeth Arden. Ja. En de oprichter daarvan, zij was echt een voorstander van vrouwenrechten... die sloot zich aan en die ging tubus felrooi lippenstift uitdelen. En vanaf dat moment is dat ook een statement geworden. Oh. Rode lippenstift staat voor actie, ook een beetje chockeren, rebellie, bevrijding. Toen dacht ik, wat grappig dat dat echt zo daar ontstaan is. Oh. Ja. Deels. Maar, ja, deels. Want wanneer denk je dat de eerste rode lipstift er was? Dat weet ik niet. Is het lang geleden? Is het lang geleden? Dat ik ding, ding, dong. Je denkt niet na. Ik denk, ik vul dit op. Ik kan snap het, nadenken. Maar ik word er zenuwachtig van. 1000 voor Christus. Ja, het is een antwoord. Ja, het is zeker een antwoord. Nou, kom maar.
3000 voor Christus. 5000 fucking years ago. Oh yes. Oh. Ja, 5000 jaar geleden vermaalden ze edelstenen. Oh, echt? En dat deden ze, denk ik. Maar goed, als ze het heel fijn doet, kan dat waarschijnlijk. Ja, ja. En dan moet er iets nats doorheen, ja, natuurlijk, anders blijft hij plakken. Dus, en dan hadden ze rode lipstift. Mm. Ongelooflijk, hè? 5000 jaar geleden. Wauw. Ja. Maar dat was niet echt lippenstift, maar het was wel het kleuren van je lippen. Nee, het was niet met zo'n roddeltje. Dat ineens in een grot. Ik dacht dat je dat net tegen mij zei. Ineens in een grot, een soort prehistorische Thea komt eraan en zegt... Want die praat natuurlijk, kunnen niet... deden meer grommen en zo. En dan had ze zo'n heel goed van Elizabeth Arden... Ja, met zo'n rolletje. Kijk ze zo. Weet je wel. Ja. Zoals ooit in een documentaire was een... dat was een hele stomme documentaire. Daar gingen ze allemaal met instrumenten gingen ze oerwoud in. Dus er waren ze bij stammen die nog nooit iemand hadden gezien. Die gaven ze dan een staafmixer. Kijken wat ze daarmee gaan doen. Dat ik dacht, ja, wat heeft dit nou voor zin? Oh, dat was super stom. Ja. Maar goed, 40.000 jaar geleden gingen jagers al met klei, al de kleur rood, klei, gingen ze al schilderen. Om de dieren uit te lokken. Het was de creatieve middag, denk ik, op woensdagmiddag. Nee, maar omdat ze toch met stieren, ik probeer even aan dat te denken. Stieren, dat rood is toch uitlokkend om te Heb pakken? Je dat uitgezocht, hoe dat met stieren zit? Nee? Nee, nou. Jij wel? Kan ik jullie vertellen? Ja, maar dat is ook verrassend. Er zijn natuurlijk mensen nu voor de radio die zeggen... ja, wist wel lang, ja. Nou, dan luister niet eventjes. Maar het is namelijk zo. Stieren zijn kleurenblind. Dus die zien helemaal geen rood. Dat meen ik wel, ja. Jeetje. En waarom zij dan toch zo agressief worden, is de beweging. Het hele tijd bewegen, daar worden ze gek van. Daar reageren ze op. Ze reageren niet op de kleur rood. Dat is mooi, hè? Ja, ik moet het even verwerken. Dat is echt even een aha-moment, ja, vind ik. Een oh. Ja. Een oh. Zoals in de natuur sowieso zijn er heel veel dieren... die worden de rode vos of het roodborstje. Maar het is bijna geen van alle rood. Het is bijna allemaal oranje. Oranje, bruin bijna, ja. Nee. Ja. Nee, ja. Ik zie je ogen wegdraaien. Oké, oranje, ja. Oranje. Ongelooflijk vind ik dat wel. Trouwens wel grappig, want in China trouwen ze veel in het rood, hè? Oh? Ja. Dus daar de kleur van... en daar is de, want prostitutie, nou, daar praat ik altijd graag over. Dat is ook altijd met rood. Dat is met rood, maar in China is dat weer met geel. Om het wel even duidelijk te maken. Oh. Dat je niet een hoer bent die trouwt. En hier is ze, dames en heren. Hier is ze, dames en heren. De trouwende hoer. Maar nee. Dus daar is het geel. Maar dan ga je ook niet als prostitutie. Ga je natuurlijk ook niet in het geel lopen? Dat is de kleur. Geel licht. Dat denk ik. Dat is niet flatteus. Nee, zeker niet. Want rood licht, als je onder een rode lamp ligt, zeg maar... dan zie je er wel beter uit. Ja. Ik heb het nooit getest. Ja, volgens mij is rood... Want en je hebt nu heel erg dat rood lichttherapie, trouwens. Maar ja, dat is weer wat anders. Ja, dat het ook goed is voor je. Dat de kleur rood doet, is veel goed. Rood fruit is heel goed voor je. Ja. Ja, rood is een... En er schijnbaar is er iets, maar misschien had jij het gevonden... maar is er iets met dat rood lijkt dichterbij dan... Oh, nee? Ja. Wat? Oh, dat nee, heb ik niet gevonden. Oh, ja, ja, ja. Rood lijkt altijd dichterbij dan het is. Daardoor... Chris, je denkt wel, als ik ga toch even checken. Want... Ja, hij kijk komt met dat... gekke dingen over rood. Ja, daardoor is het een actiekleur ook. Want het is een vuurkleur. Meer. Ja, en ik vond het wel grappig. Mensen met rood als favoriet. Maar is het echt je favoriete kleur? Of is het een zeg eerst maar eventjes wat dan met die mensen is. Nou, ik denk dat je dit wel wil. Rood als favoriete kleur zijn impulsief, opwindend en energiek. Ambitieus, staan graag in het middelpunt van de belangstelling. Nee, dat is waar. Het rode karakter is weliswaar ongeduldig. Nou, dat past wel bij je. Ongeduldig. En niet de beste luisteraar. Nee, dat ben je wel. Maar wel een natuurlijke leider en een echte doorzetter. Nee, dat ben je ook niet, hè? Een doorzetter? Ik ben geen doorzetter. Nee, ik flapte het er zo uit, maar ik dacht... Nee, maar het is ook echt zo. Ik denk, oh nee, dat kan ik niet. Als iemand tegen me zegt, dat kan je niet, denk ik, oh nee, nou, dan kan ik het niet. Ja, alsof mij dat iets uitmaakt. Neem maar zelf die mensen die denken, ik zal ze laten zien. Ik zal ze niks laten zien. Maakt mij een ruk uit als iemand denkt dat ik niet kan, dan kan ik het niet, ja. Maar jij hebt wel een beetje. Jij kan dat wel hebben, denk ik. Soms. Ja,
Maar soms kan ik ook denken, ja, kan mij het schelen. Dus ja, het is namelijk een heel dun lijntje wat je zegt. Als iemand zegt, dat kan jij niet. Ja, ik denk vrij snel, wie ben jij dan? Of zo. Dus daar zit ik meer in. Passive aggressive? Wie? Ik? Nou, vroeger had ik van die leraren die dat dan deden. Die, zeg maar, ik weet nog wel, van dieren, dat was dan een gymleraar. Waar ik altijd, heel mijn leven heb ik moeite met gymleraren. En zijn bij mij, dus dat is prima. Maar equal, ja. Ja, dat is equal. Dat heb ik ook mezelf bij neergelegd. Dus ook, ik leg mezelf heel graag daarbij neer. Maar ik dat vond vroeger, hij zo jammer, dat je jezelf zo graag... Nou ja, ik had vroeger natuurlijk verzonnen dat ik een adertje in mijn hoofd had. Wat, waar geen spanning op mocht staan. Daarom mocht ik niet meer gymmen. En dat... Had jouw moeder daar een brief voor geschreven? Nee, maar dat zei ze tegen me. Zeg ik, ja, er is een naam voor me. Ik probeer mezelf er niet van. Ik vind het al erg genoeg. Dus ik probeer mezelf. Ja, en dan trapte ze dan in. En dan weet ik niet zozeer of ze dan intrapte. Ze dachten, nou, hoef ik hem in ieder geval gelukkig niet bij gym te hebben. Of dat ze echt dachten dat het waar was. Ik kan mezelf moeilijk voorstellen dat je echt denkt dat het waar is. Maar ik kwam er altijd mee weg. Maar ik hoefde niet mee te gymmen. En dan lag ik altijd gewoon op zo'n kussen, weet je wel. Waar je dan aan de zijkant lag ik daar zo heel die de net zo op te kijken. Zo. Mijn adertje rustig te houden. Te masseren. Maar dan soms waren we wel aan het vechten, aan het stoeien. Daar kon ik dan wel. Ja, dat was daar een beetje ze raar. Ook niks over. En daar zei ze dan niks over. Dus dan lag ik daar. Ja, dat was echt, het sloeg helemaal nergens op. Maar goed, dat was wel de manier waarop ik... We zien het voor ons, hè? Hoe je daar ligt op dat matje. Ja. Goed nee, zo, hoger, goed hoger. Zo. Snel, je kan het. Was je positief ja, aanmoedigend? Ja, was super positief aan het aanmoedigen. Je nee, ja? Super positief aan het aanmoedigen. Je kan het, Johan, je kan het. Zeker. Maar nee, dus zo ben ik die tijd doorgekomen. Dus, nooit aan gym gedaan. Nee, nooit aan gym gedaan. Maar ik bedoel, die Van Dieren, die was ook onze klasleraar. En die zei dan van, ik deed van allerhande dingen buitenschool om. Hè. Dus ik zat in de leerlingenraad en ik zat in acteren, weet ik veel wat. Volk en dan moest ik allemaal afzeggen van hem, omdat mijn punten niet genoeg waren. En toen dacht hij dat mij zou motiveren, maar dat was tegenovergestelde gebeurde. Dat ik dacht, oh, nou, dan doe ik helemaal niks meer. Oh. En toen was ik ook van school af. Dus ik had alleen mezelf mee. Dus het sloeg ook helemaal nergens op. Want het klinkt nou een beetje zo stoer. Maar, nee. Maar het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want dan heb je alleen maar jezelf mee. Ja. Als ik vroeger had begrepen. Dus mensen die nou voor de radio zitten, die nog leeftijd zijn. Ja. Dat je op school zit om kennis te vergaren. En niet zozeer om het volgende examen te halen. Maar gewoon echt om kennis op te doen. Als iemand me dat had duidelijk gemaakt. Dan was het met mij goed gekomen. Maar ik dacht helemaal niet dat leuk was dat het dat was. Nee. Nou, jammer. Nou ja, jammer. Wist jij dat onze vlag helemaal niet rood-wit-blauw was vroeger? Wat was het dan? Oranje. Oh ja? Ja, dat is oranje. Wat grappig. Grappig, hè? Ja. Maar rond de 17e eeuw werd het rood. Rood stond dan voor het volk, wit voor de kerk, blauw voor de adel. Wist ik helemaal niet. Oh. Vond ik heel grappig. Ja, want na de 80-jarige oorlog wilde men helemaal niet meer herinnerd worden aan het oranje. Van de oranje prinsenvlag. En toen werd het verboden en toen werd het rood. Oh. Ja, grappig, hè? Typisch, ja. Rood staan. Rood heeft, kan dus, heeft ook een negatieve connotatie soms. Want stop. Inderdaad, met rood staan en stop en, rood en staan waarschuwing. Op de bank. Ja, precies. Ja. En waarschuwing. En toetsen op school. Rood. Ja. Allemaal slecht, niet goed, niet fout, goed. Fout. Ja. Niet, dan weet ik wel, nou weet ik niet meer. Roem heet hij, geloof ik. Nederlandse leraar op Kopenhagen College, op HAVO. En die schreef dan zo met rood midden over het proefwerk. Niet ik geef jou slechte cijfers, vriend. Dat doe je zelf. Ik denk zo dat hij dan vriend erbij. Ja, dat hij dan maar ook zo'n hele tekst over je toets heen? Over de toets zo helemaal zo heen, ja. Ja, vond hij het leukst van de toetsen nakijken? Ik snap wel dat... Want het enige wat je hoefde te doen namelijk... Er waren 10 zinnen. Dat was dicté. Ja. Die 10 zinnen stonden gewoon in het oefenboek. Dus dan kon je gewoon zo allemaal leren. Elk woord kon je leren. Dat deed ik niet. Dus dan maakte ik... Zoveel fouten. Terwijl dat was het enige wat je hoefde te doen. Dus ik snap wel zijn frustratie dat je denkt: Jezus, dit is nou het enige wat ik van je vraag. Dit is al, snap je? Simpeler kan niet. En, maar ja, dat, ja zo zat ik in elkaar. Je moet sterren geven voor rood. Ja, ik hou er steeds meer van. Vroeger niet, maar steeds meer. Ook in kleding dacht ik vroeger... Oh ja, kleding. Doe je veel rood aan? Nee, niet veel. Heb je veel rood? Nee, niet veel. Ik heb wel een rode broek, heb een rode blouse. En die wilde ik dus inderdaad aan, maar toch niet. Maar ik vind het steeds mooier. Ik geef 4,5 ster. Ja, rode kleding. Ik zag gisteren de Golden Globes uitreiking. Nee, de andere.
De Emmys. Daar had ik achteraf gekeken op YouTube. Kan je heel de show zien. Daar zit trouwens een waanzinnig goede speech in. Die heb ik hier nergens ooit gezien. Van Nicey Nash heet ze, geloof ik. Die in die Dahmer-serie zat. Ja, ik wou het opschrijven. Je denkt, dat is ze aan het doen? Ja. Ja? Je zag ze papier. Zij had een hele goede speech. Over van, ik wil iedereen bedanken, ik wil die bedanken. Maar wie ik zeker wil bedanken is mezelf, zegt ze dan. En dan gaat ze helemaal... dat is supergoed, ja. Super mooie dingen. Maar rode jurk aan? Nou, je ziet dan, ik geloof het zij niet... maar als iemand een rode jurk aan heeft, is het meteen een soort... knalt. Ja. Dus ik vind altijd, bijvoorbeeld op het bordes... als dan een nieuwe regering komt... en iemand heeft zo'n soort kleur, denk je, ja... Ja, ik vind het fijn dat er in ieder geval iets van kleur is. Maar zo helemaal rood vind ik dan vaak ook weer iets te alsof je te prominent. Veel de aandacht wil. Ja, 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 ja. Dat je denkt, oh, iedereen is al van het grijs gaan. Dan ga ik lekker in het rood, weet je wel. Je hebt zo'n koor waar altijd dan iemand zo heel overdreven eruit ziet. Zeg maar, met een lekker rode, gekke bril. En, oh ja, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Nee, die bril, ja. Ik dacht dus vanochtend, want ik ben inderdaad met die ogenmensen bezig. Ja. Ogenimplantaten. Bezig. En toen dacht ik, hoef nooit meer dan een bril te kopen. Dus die bril, want ik dacht eerst nog, deze wordt een beetje oud. Maar ik denk, ja, straks... Die mag naar het museum. Die mag gewoon naar het museum. Er komt er een hond. Omdat je kan blind worden ook. Ja, kan. Ja. Dus dat maar goed, dat is voor straks. Stap voor stap. Ja, als zo'n chirurg bijvoorbeeld struikelt, als hij aankomt lopen met zijn lancet en die struikelt zo en die valt zo in je oog. Dan zo je oog eruit. Nou, zo nooit gebeurd. Dit heeft Theo nog nooit. Nooit meegemaakt. Sorry nog hoor. Nooit maar gebeurd. Echt dikke sorry. Verschrikkelijk. Maar goed, hoeveel vingers heb ik op? 18? Ik weet het niet, ik kan het niet zien. Maar hoeveel sterren ga je geven? Maar hier heb je een hond. nee, dus ik geef 4. Ik geef ook 4. Nee, ik gaf er 4,5. Ik geef 5 sterren. Oh. Ja, wat een lekkere... Want het is lang geleden. Ja, dat is lekker. En ik vind het een topkleur. Goed en ik zo. Vind het ook fijn om rood te zien. En als mensen rood aan hebben. Dus ja, dit is ook rood. En ik vind het heerlijk. Nou, goed hoor. Goed, dat gezegd hebbende. Ik verheug me erop. Op het goede interview. Nee, ik dacht, stel dat zijn operatie fout gaat. Kijk, podcast kan ik wel blijven doen. Maar bijvoorbeeld dan de weekend. Nee. Dat zou ik dan niet meer kunnen. Nee. Dus er zijn een aantal dingen die dan wel van mijn over moet nemen. Nou, best veel. En hoe deze week is dan ook niet heel opwindend. Week. Ik heb een lekker toetje op dinsdag. Dat zijn dan nieuwtjes. Ja. Ze hadden stukjes iets van appel, dacht ik, te herkennen. Kon niet zien. Maar dan worden toch al je andere zintuigen sterker. En dan is dat misschien... Ik heb iets geroken. Iets heel interessants die week. Ik heb iets geroken. Ik hoorde een heel raar geluid op woensdagmiddag. Nou, ik bid gewoon en duim dat die operatie hartstikke goed gaat. Ja, toch. Ik hoor niet veel mensen Ben jij de eerste? Ja. In de weekend van deze week... ben ik de eerste, ja. Gefeliciteerd. Je bent de eerste. We hebben goed te zeggen, nieuws. We hebben bloemen voor u, want u bent de eerste. Maar ja, dat is meteen weer ook het vervelend. Het is niet goed gegaan. Nogmaals, hoeveel vingers steek ik op? De weekend. Moet het zo donker blijven? Ik hoorde van Isa gebruikelijk dat het zo donker blijft? Dat het in één keer goed was. Maar... We zullen even een taxi voor u bellen. Maar dan hebben we nog contact. Maar moet ik niet voor de check-up? Nee hoor, dat is prima zo. Dat... En de taxi betalen wij. Maar die weekend... Ik zie gewoon die mensen voor me waar ik ben geweest. Ja. En dat hele ritueel zo. Wij zo die taxi induwen. Dag. En zo'n puppy erachteraan. Hier, hij moet er gewoon opgeleid worden. Maar die is ook van ons, alsjeblieft. En dat je de week daarna probeert te bellen. Dat het hele bedrijf opgeheven is. Nergens meer te vinden. Enfin. Hier staat een stuk in over... Nou, een stuk, heel klein stukje. Ik weet niet wie het geschreven heeft, want dat zeggen ze niet aan het begin. Ja, over Xander de Buzanier. Die heeft dus Stevie Wonder ontmoet. Over blind gesproken. Nou, dat komt er alles wel samen. Mooi. Hij heeft ook bij diezelfde kliniek geprobeerd. Maar goed, daar stond hij dus op een beurs. Ik vond het zo typisch. Hij stond in Las Vegas op een... technologiebeurs achter een kraam. Xander. Okay. Ja, typisch, hè? En daar kwam dus Stevie Wonder langs. En voor in-ears. En die had hij bij Stevie Wonder gedaan.
En toen heeft hij een foto ook met hem gemaakt. Ik heb niet het idee dat Stevie Wonder dat nou zo heel erg leuk vond. Als hij al weet dat die foto werd genomen. Het is bijna dat je denkt, ik doe gewoon zo even. Zo, ja. Dat, hè? Ja, maar goed, hij heeft wel een foto mee. En dan staat er hier ook nog een stukje over Herman van Veen. Dat Herman van Veen op afscheid... juist niet afscheidstournee is. Dat hij nooit wil stoppen. En dat Joep had gezegd, ik stop, want die heeft een afscheidstournee. Nou, hartstikke goed natuurlijk, kan zijn spullen lekker opruimen. En, maar dat Herman van Veen dat niet gaat doen. Bang. En het lijkt mij zo vervelend. En ik was laatst bij een voorstelling van Herman van Veen in Tilburg. Was super mooi. Echt, was echt heel mooi. En met die Edith Leerkens, weet je, en nog die gitaristen, die heel goede gitaristen. En, maar dat elk interview nu met Herman van Veen gaat over: gewoon gaat u stoppen? Denk ik op een gegeven moment, ja. Hij heeft gewoon gezegd dat hij niet gaat stoppen. Dus je hoeft, op een gegeven moment kom je op een leeftijd, volgens mij, dat iedereen alleen maar begint over: wanneer gaat u ophouden? Gaat u ophouden? Waarom zou hij niet ophouden? Waarom houdt u niet? Hij houdt wel op. Waarom houdt u niet op? Ja, dat je denkt: laat hem even. Je kan over van alles praten met hem of Veen. Ja, want jij zei dat zijn stem alleen maar mooier is geworden. Alleen maar mooier. Dus waarom zou deze man stoppen? Ja, ik begrijp daar ook helemaal niks van. Carrie Teffsen met rood haar. Nou ja, rood. Carrie Teffsen met rood haar, ja. Ja, Emily van Kaam had dus hier een heel goed... met Carrie Teffsen, dus een heel goed interview. En ze heeft heel veel interviews deze week gehad. En ook met Pia Douwens. En dan zegt ze, je bent afgevallen met dag 1. Pia, ja. Ja, is ook dat is natuurlijk iedereen ook dag 1. Hup, dan vliegen de kilo's, hup, echt zo via je oren eruit. Ja. En dan zegt ze Emily van Kaam, dus je vindt het niet erg om ouder te worden? En dan zegt Pia natuurlijk op haar beurt, want het is echt haar beurt dan, zegt ze, nee, daar heb ik geen enkel probleem mee. Want die lacht altijd heel hard, hè, Pia. En dan zegt zij, waarom jij niet, maar veel andere vrouwen wel, denk je? Ik denk dan altijd, ja, Emily, dat gaat over jouzelf. Oh. Dit gaat natuurlijk over waarom jij wel problemen hebt met ouders. Want anders zou je dat niet zeggen. Nou, dan heeft ze een heel verhaal erover. En dan, ik had gewoon even een schop onder mijn kont nodig, zegt ze. Dus die dag 1, om in dat ritme te komen. En daar hebben zij voor gezorgd. Maar dat is niet het enige. En dan zegt Emily, vertel. Alleen zo'n woordje. Dat is wat zeg. Vertel. En dan zegt ze, hoe tevreden ben je nou met jezelf op een schaal van 1 tot 10? En dan zegt ze, nou ja, nu wel een 9. Waarom dan geen 10? Zegt Emily dan. En zegt ze, ach ja, er is altijd wel iets achteraf. En je was wel even onzeker vanwege je stem. Ze is wel altijd op zoek naar de moeilijkheid. Ja. Maar heel erg geconcentreerd en heel erg gefocust dit en dat, keer. Ja. Dat was, vind ik, supergoed van haar. Okay. Want dat hebben we allemaal wel eens anders meegemaakt. En dan komen we op de pagina van Rick Evers, weet je wel, die van de royalty. Ja. Ja. En die heeft een stuk over prinses Anne uit Engeland. Die dus, ongelooflijk, per jaar 500 afspraken heeft. 500 dingen waar ze naartoe gaat in haar agenda. Dat is superveel. Ja. Zij is een hardwerkende royal van de wereld, denk ik wel. 500? Ja, want je hebt ook wel eens een dag vrij. Dus en er zijn maar 300 zoveel dagen in een jaar. Dus het is sowieso 2 afspraken per dag. Ja. Waarschijnlijk. En dan staat hier een stuk dat ze haar eigen tassen draagt. Daar is dan iedereen van onder de indruk. Dan komt ze uit een vliegtuig en heeft ze tassen bij zich. Ik denk, ja. Maar dat is blijkbaar niet gewoon. Nee, dat is blijkbaar niet gewoon. Maar dat vind ik ook wel. Zij wel. Wonderlijk, ja. En dan heeft, als om even afsluiten, weer met een Emily van Kaam. Want die heeft nogmaals echt de wereld en zijn moeder geïnterviewd deze week. En heeft ze nou weer had ze een interview met Marianne uit Bed & Breakfast voor Liefde, weet je, uit Portugal. Ja. En dan. Welk gevoel. Want die wil dus. Die is nu terug in Portugal, want die staat te koop, die villa. Ik dacht dat het allemaal al verkocht nee, was. Nee, is niet verkocht. En dan zegt Emily, want die vindt het lekker om wat zout in alle wonden te smeren. Dus die zegt, welk gevoel geeft het u dat de villa nog niet is verkocht? En dan zegt Marianne, ja, ik heb geen haast. Want dan zeg je dan altijd natuurlijk wel, ja, je hebt wel haast. En ik heb het hier prima, slaap hier goed. Maar ik heb wel constant mensen op visite of ze blijven slapen. Dus ik ben niet echt alleen.
Geef dat alleen zijn u een onveilig gevoel, nadat u meermaals bent bedreigd en opgelicht. Dat je denkt, ja, dat weet ze zelf ook wel. Snap je? Dat het een, soms moet je ook... Maar goed... Dat... Maar ja, goed, het is voor ons blad, hè? Daarom, ja. Ja. En dan zegt zij gewoon, ja, het is gewoon niet prettig, Emily. Dat zegt ze niet, hoor. Maar het is gewoon niet prettig. We konden op mijn hoede door wat er allemaal is voorgevallen. Ja, het lijkt me heel erg raar. Ik heb het even gemist. Ja, ze werd bedreigd en ze kreeg... er was een meisje die haar opgelicht had. En daar werd ze ook door bedreigd. Dus dat was heel vervelend. Heel naar lijkt me dat. Heel eng. En is er één en dan eindigen we daarmee. Want dan heeft ook Boris van Zonneveld... Ik denk dat het gewoon Emily van Kamers met een andere naam. Maar Boris van Zonneveld heeft ook een interview gedaan. Ja. Met André Kuipers. Sorry, ja. En Boris zegt heel de tijd toch op het einde van een vraag. En dat is niet erg als je dat doet. Als je het gewoon zegt. Maar waarom je dat dan zo mocht opschrijft, is zo typisch. Dus hij heeft van een klein interview 3 keer. Dus... theater, televisie, spreker, producent en schrijver. En ook nog mantelzorger van je schoonouders. Toch? Voelde dan zegt hij, je vrouw Helene is je manager. Toch? En dan zegt hij, jullie zijn volgend jaar 20 jaar getrouwd. Wordt het nog gevierd? Je wilde daarvoor terug naar het tropische atol waar je trouwde. Toch? Ik vind het zo raar, want je kan dat zonder dat toch. Ja. Is dat een hele goede vraag. Dus je toch hoeft er helemaal niet achter. Maar dat doet hij elke keer en schrijft hij dat gewoon op. Is het onzekere stuk van Emily. Ja. Dus ja. Boris, ga een keer of met Emily praten. Ja. Als je Emily bent, dan moet je gewoon er eerlijk voor uitkomen dat jij het maakt bent. Maakt ons niks uit. Nee, je mag alle interviews uit. Doen. We zijn dol op jou, Emily. Dus dit was de weekend. Helemaal leuk. Ja, moderne etiketten. Ja, ik heb even een pastille genomen. Of mensen denken, wat praat zij raar. Moderne etiketten. Ja, keelpastille. Ja, nee, ik begrijp het. Wat? Ik hield het niet meer vol. Nee, hield het niet meer vol. Nee, ging kriebelen. Hier krijgen we een vraag over. Mensen vinden het heel vervelend als je iets eet of iets in je mond hebt tijdens de... Hij zit nu in de wang. Oh, prima. Dus je hebt er nu geen last meer van. Daar heb je de wang voor. Dus je zit in het vliegtuig naast je partner op weg naar Bali. Ja. Vond ik ook belangrijk dat het Bali was, dat het ver weg was. Want als in Portugal dan denk je, nou, maakt ons het uit. Dus de stewardess biedt een upgrade voor 1 persoon aan. Die komt even bij en zegt, goh, we hebben net, is iemand overleden. Ja, precies. En die ligt boven in het rek. En zou een van jullie... de stoel is een beetje nat, maar het is super verder hartstikke fijn. Dit wisten de mensen niet. Wat doe je dan? Wat doe je? Ik vond het wel grappig. Jarno van Laar die zei, het is een typfout. Partner is de schoonmoeder, neem ik aan. Ik vind het fijn als mensen onze schoonmoeder grappen begrijpen. Ja, vind ik heel fijn. Die zal vaak terugkomen. Want wij wilden een tijdje, dacht ik, dit moeten we eigenlijk van die schoonmoeder schoonvader maken. Maar de schoonmoeder heeft op een of andere manier heeft bigger appeal, vind ik. Dat vind je leuker. Ik moest heel erg lachen. Maar die is moeilijk uit te leggen. Ja. Van Niels Kallenbach. Die zei, goede vle. En dan zat er een mannetje wat wegrent met zo'n wolkje achteraan van heel snel weglopen. Dus dat is heel grappig als je het ziet. Daar moest ik echt hard om lachen. Dan staat er Rachel Watkins. Die zegt steen, papier, schaar. Dat heb ik tot op de dag van vandaag, begrijp ik dat niet. Dat is een spelletje. Nee, dat snap ik wel. Dus ik ben niet totaal touched by an angel. Maar... Ik begrijp het spelletje niet zo goed. Dan zeggen ze, oh, papierschaar, zeggen ze schaar. En zeggen ze, oh ja, dan heb je gewonnen, denk ik. Maar hoe? Ja, de ene kan het andere kapot knippen. Ja, dat is het. Meer is het niet. De ene is sterker als wapen dan het ander. Ja, maar dus dan doe je heel het steen. Of dan doe je heel het schaar. Want dan kan je... Nee. nee. Maar ik zeg dus, want dat weet ik ook niet helemaal. Oh, betrapt. Ze snapt er dus ook gewoon geen jota van. Maar nou ineens. Want wanneer kies je voor wat? Een steenwind van schaar. Oh ja. Schaar van papier. Dus je kan niet 1 ding doen wat altijd wint. Nee, want dan zou het dus te makkelijk zijn. Dus als wij nou samen doen, dan zeggen we... steen, papier, schaar. Steen. Papier. Oh, die zit in. Papier. Nee, dat is een schaar, maar wat is papier, weet ik niet. Papier is zo. Dus papier wint van steen? Wat met de papier? Oh, dan kan je om de steen heen. Spelletjes is ook een keer een leuk thema. Dan kunnen we het er uitgebreid over hebben. Ik vind het nergens op slaan. Maar goed, desalniettemin.
Ik zie heel veel leuke reacties. Jeroen Hakker die zegt, joh, gaan. Af en toe een Tupperware met gratis champagne naar de biotoop achter het gordijn. Bonjour, snel weer slaapmasker op. Oh ja. Wat zou jij doen? Nee, ik wilde nog... Wij zijn samen. Nog, oh ja, zei, jij mag doen wat je wil. Deze is zo leuk. Zo snel mag ik je spullen pakken, zegt Mark Sloof van Toor. Sorry. Ik doe hem nu gewoon uit. Had ik al eerder kunnen doen. Zo snel mag ik je spullen pakken en naar voren rennen. Houd afscheid kort. Een pleister kun je het best in één keer afrukken, zodat het maar even pijn doet. Ja, nee, mensen hebben altijd heel leuke, allemaal leuke reacties. Wat zou ik doen? Als ik met mijn partner ben... Ja, ik kan niet anders dan mijn partner aanbieden. Of wie dan ook. Eerlijk gezegd, met wie ik ook ben. Wij ik zijn met z'n tweeën. Ja, bied ik het jou aan. En dan zeg ik... Oh, fijn, vind je niet erg, zeg ik dan. Nee, maar ik vind het wel ongezellig natuurlijk dat je niet samen zit. Maar... Ik zou nooit zelf naar voren gaan. Ik zou het echt niet kunnen, niet durven. Nee, ik ook niet. Nee. Ik zou het ook altijd aan de partner geven, zeg maar. En dan zou ik... En als die het niet wil, dan blijven we gewoon samen zitten. Ja. Het lijkt me ook... Ik vind juist namelijk heel gezellig om samen te reizen. Ja. Dus ik vind het heel fijn dat iemand dat Krim dan naast me zit. Ik zou het helemaal niet leuk vinden. Ik heb wel eens met een soort werkreis gehad. Van ja, ik weet niet waarom ik eigenlijk zo deed. Ja, met vingers zo aanhaakjes maken. Maar toen was ik volgens mij voor een goed doel. Dat is heel lang geleden. En toen zat je business. Nee, helemaal niet. Want dat vind ik ook het zo apart. Ja. Mensen dan voor een goed doel op reis gaan en dan wel business class willen vliegen. Ja, vind ik ook raar. Zou ik niet doen, maar goed. Nee. Nou, je moet zelf weten, maar ik zou het niet doen. En toen kreeg ik ook de kans om business class. En dat vond ik wel heel leuk, want er waren er 2 of 3. En die mensen zeiden echt, nee, ga. Je moet echt nog heel echt hard werken. Echt waar? Zei je echt waar? Ik zei, echt waar? Toen ik mijn tas al in mijn hand had. Echt, weet je, dat ik daar kon gaan zitten. Ja, toen was ik weg. Maar dat vond ik wel moeilijk, maar wel fijn. Ja, ik wil het wel even zeggen. Ik vind het moeilijk. Nee, doet u nog maar wat drinken. Nou ja, maar ik vind alsof die cameramensen, geluidsmensen ook niet heel hard moeten werken. Zo niet harder. Zal ik even de intercom mogen gebruiken? Ik zit hier. Eventjes mayonaise van mijn mond. Ik zit hier. Ik vind het heel moeilijk. Ik zit er wel. Ik geniet er bijna niet van. Want ik vind het zo erg dat jullie erachter zitten. Ah, fijn. Zo gaat dat dus. Ja, heel goed. En dat iemand dan de laatste, dat is Loetje 2204, zegt... Welke partner? Ken ik u? Jullie waren heel creatief. Nou, jongens. Was hem weer. Dat was hem weer. Dan zien we elkaar gewoon tot weer de volgende keer. En we hebben natuurlijk Podimo, waar je ook weer... 30 dagen gratis kan luisteren. Proberen. Ja, ja, zeker. En dan gewoon klik op de link hieronder. Nee, je broek, wat? Nee, klik op de link hieronder. In heel de beschrijving. Goed. Ja, dus tot dan. Tot dan.